Deze beelden zijn heel recent, namelijk van donderdagnacht 24 november. Hier wordt zometeen brand gesticht. Op een kampeerboerderij in Someren, waar vanaf 28 november 450 vluchtelingen zouden worden opgevangen. Deze auto en de twee inzittenden spelen een hoofdrol. Let eerst goed op de auto. Het lijkt een Volkswagen Golf type 4 te zijn. Let op de velgen, de sierstrip, een deuk en het dakraam. Dan zien we een lichtschijnsel, misschien een telefoon of een sigaret. Let meteen even op het gezicht dat iets duidelijker zichtbaar is. De bijrijder stapt dan uit en pakt een jerrycan uit de achterbak. Hij loopt richting het gebouw en is even buiten beeld. Een andere camera pikt hem op. Hij loopt langs het gebouw, stopt dan bij de ingang. Hij is wat aan het rommelen en giet dan iets naar binnen en op de grond. Hij steekt iets aan en dan een enorme vuurbal. De man maakt dat hij wegkomt. Terug naar de auto en weg zijn ze. Denkt u te weten wie dit zijn, de twee mannen in de auto? Zegt die auto u iets? Was u in de buurt die nacht van woensdag 23 op donderdag 24 november? Uw informatie kan belangrijk zijn. Neem contact op. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.